Hoeveel mensen ken jij die seksueel geweld hebben meegemaakt? De kans is groot dat er een stuk meer zijn dan je denkt. Jaarlijks zijn er zo'n 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen is ooit verkracht. En 1 op de 3 kinderen onder de 18 is slachtoffer van seksueel geweld. Een gebeurtenis die impact op de rest van je leven heeft. Vaak denken mensen dat de daders onbekenden zijn. Maar het tegendeel is waar. In ruim 80% van de gevallen zijn slachtoffer en daden bekenden van elkaar. Er ligt een belangrijke rol voor mensen die in de zorg en het onderwijs werken. Zij kunnen signalen herkennen en slachtoffers doorverwijzen naar de juiste plek. En daders die moeten natuurlijk straf krijgen voor de pijn en de schade die ze hebben veroorzaakt. Maar laten we ook kijken waar het vandaan komt. Laten we toekomstige daders voorkomen. Dat begint met praten tijdens seksuele voorlichting op alle scholen. Over het aangeven en respecteren van grenzen. Leren wat wel en niet normaal is. Als mensen slachtoffer zijn, dan moet hulp direct vindbaar zijn. Ik wil daarom dat er 1 plek is in Nederland voor slachtoffers van seksueel geweld. Wil je meer weten over mijn plannen om seksueel geweld tegen te gaan? Lees dan mijn voorstel Let's Talk About Seksueel Geweld. We delen de link onder de video.